Vrienden, vrienden, wat zou ik nu toch graag Kamerlid zijn? Ja, lijst Harry. En dan gewoon hup, naar die microfoon lopen, interruptie en hup. Ja, mevrouw de voorzitter, moet u eens luisteren. En dan het woord richten aan die Kaag. Want jongen, 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 wat is daar nu toch weer aan de hand met die Kaag? En jullie weten, ik ben geen fan van die Kaag, maar dat is ook, en dat blijkt nu weer, volkomen terecht. Want Kaag is degene die de leiding moet hebben in dit hele verhaal met Afghanistan. Ja, natuurlijk. Nee, die gaat op vakantie en die gaat lekker een beetje, we zien wel. En die gaat lekker lopen vervelen bij de formatie. Ja, want daar was ze dan druk mee. En de ChristenUnie, die wil ik niet. En ik wil wel met GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Daar was ze druk mee. En dan zegt ze gewoon van, ja, we doen er alles aan om de mensen uit Afghanistan te halen. Dat doe je niet, Kaag. Dat doe je helemaal niet. Nee, wat heb je er dan aan gedaan? Je was alleen maar met die andere onzin bezig. En daarna zeg je, ja, we werden verrast door de snelheid waarmee de dingen gebeurden. Ah, laat me nou toch niet lachen. Doe nou toch. Iedereen heeft gezien, elke dag op het nieuws, was het gewoon Taliban, pak die stad, pak die stad, pak die stad. En daar was die Taliban was overal. En dan word je verrast dat ze Kabul pakken. Nee, natuurlijk word je daar niet door verrast, Kaag. Nee, dat wist je van tevoren. Want ja, daar zeg je, en dan zeg je uiteindelijk, we hebben het verkeerd ingeschat. Ja, dank je, koekoek. Ja, en niet een beetje ook. Hey, stel je voor, het was jouw gezin geweest. Jouw gezin had daar gestaan in Kabul. Hè? Ja, dan had je als een speer had je een vliegtuig geregeld. Daar bij die Bijlenveld bij Defensie had je gezegd. En nu? Nee, wij Nederland wacht en wacht en wacht. En we wachten net zo lang tot het vliegveld dicht is. En dan komt het Nederlandse vliegtuig aan. Ja, die mag daar dan niet landen. Hoe is dat mogelijk? Dagen van tevoren had je daar al kunnen zijn, Kaag. Dagen van tevoren had je al dat ambassadepersoneel en de mensen die voor Nederland hebben gewerkt, die had je daar al lang weg kunnen halen. Nee, dit is gewoon zo'n gestumper. Dit is zo'n geblunder. Dit is zo verschrikkelijk. En dan wil zo'n mevrouw, die mevrouw Kaag, die roept dan, ja, ik wil wel minister-president van Nederland worden. Hoe kom je daar nou bij, Kaag? Als je dit al niet aan kan, wat wil jij dan minister-president worden? Alsjeblieft niet. Weet je wat jij moet doen, Kaag? Ga lekker die politiek uit. Je kan toch zo goed op de tafel springen en dansen? Weet je wat je gaat doen? Ga lekker solliciteren bij een nachtclub.